Het is een, voel me meteen het is een veel enerverende dag. Ja, dit is Mark die af en toe zo met het nieuws komt. Fantastisch. Oké, nou, we worden steeds gevaarlijker. Ja, en dat is goed. Ben jij ook gevaarlijk, Cornel? Nee, ik ben helemaal niet gevaarlijk. Ik zie er een klein beetje gevaarlijk uit misschien, maar... Hey. Ruwe Bolster, Blanke Piet. Ja. Hey, jij bent acteur, je bent muzikant, je houdt van sport, je houdt van FC Utrecht... en je werkt ook nog voor RTV Utrecht. Zo is het. En daar maak jij een programma, Een Berg Sport. Ja, dat maak ik samen met andere mensen natuurlijk. Ik ben onderdeel van het programma waar ik altijd een... elke week een ode maak aan ofwel een voetballer die er zit... of een moment uit een wedstrijd of wat er die week in Utrecht is gebeurd. Dat doe ik daar. Dat doe ik, maar jij zit nu op de culturele stoel vandaag. Nou ja, een ode brengen is een soort gedicht... wat ik ook al een klein beetje onder cultuur schaar. Maar ik ben van beroep... Helemaal natuurlijk. Ben ik acteur, ik ben daarnaast muzikant. Dus ik voel mij zeker verbonden met de culturele sector... omdat ik er onderdeel van uitmaak. En waarom zit je hier? Wat is jouw belangrijkste boodschap? Nou, ik werd gebeld. Ze hadden mij gezien op RTV Utrecht over voetbal. En ze wisten dat ik acteur was, degene die mij belde. En die vroeg van, heb jij een verhaal? En ik weet niet of ik een heel goed verhaal heb. Maar ik vind het wel belangrijk dat, nog niet zozeer in cijfertjes... of wat het economisch allemaal opbrengt of niet... maar vooral hoe er heel erg naar cultuur wordt gekeken... de laatste tijd. Ik heb het gevoel dat het heel erg wordt onderschat door mensen. Hoe belangrijk het ook in hun leven, ook mensen die nu schreeuwen van... joh, het is maar een hobby en het is, weet je wel, eerst moet geld daar allemaal naartoe... en pas dan mogen jullie. Ik buiten dat mensen nu volgens mij massaal Netflix uit hebben gekeken... wat natuurlijk ook allemaal cultuur is. Ja, maar ik denk inderdaad dat heel veel mensen denken... cultuur is het Nationaal Ballet... En ja. Dat is dat al misschien, maar of het Amsterdamse toneel of zo, weet je, iets... Nee, maar cultuur is waar... ook Tros Muziekfeest op het plein, weet exact. Je wel. En dat is ook voor een voetbalwedstrijd... Of wat je boven de bank hebt hangen. Dat de muziek wordt gedraaid van Herman Bekien, dat is ook cultuur. Cultuur is ook Tineke Schouten, die namens Utrecht heel fijne dingen maakt, weet je wel. En ik vind het echt, echt oprecht jammer en ik heb geen idee hoe we het allemaal op gaan lossen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat er een soort mindset change komt, dat mensen snappen van... Je kunt je leven wel leven. In mijn gedachten gaan we naar dit leven gewoon lekker dood. En dan houdt het op. Dus dit leven, dat kun je allemaal heel moeilijk maken en heel vervelend. En je kan het ook superleuk maken. En daar zijn wij voor. Weet je wel? Ja, toch? Wij als culturele sector. Wij met z'n allen. En misschien niet altijd alleen maar leuk, maar in ieder geval dan... Nee, niet alleen maar leuk. Het kan ook stage diven en elkaar verrot slaan in de mospit zijn. Dat is ook nee, goed. Nee, maar ik bedoel... Als je maar een beetje rustig van wordt. Ja, nou ja, maar ja, of juist opgezweept, toch? Dat of kan geïnspireerd. Ook. Of, geïnspireerd, boodschappen kan je... Fire up. Nou, ik heb als voorbeeld voor RTV Utrecht ooit een ode gemaakt. Dat was over de wedstrijd tegen NAC Breda. We speelden uit. FC Utrecht zat in zwaar water en we hebben met 4-0 daar gewonnen. Eindelijk. Alles leek op zijn plek te vallen, dus ik had een ode gemaakt. Hoezee, het is fantastisch. Maandag erop, tramaanslag. Dus... Ik moest daar wat mee. Want het was Utrecht, was mijn stad, was de mensen. Ja. Ik heb de hele dag in onrust gezeten in appgroepen, kinderen op school. En ik heb daar dus toen een switch gemaakt in die ode richting de tramaanslag. Dat heb ik niet gedaan om daar applaus voor te krijgen. Dat heb ik gedaan. Ik heb het gevoel van mijn zoontje daarin verwoord. Vele maanden later word ik gebeld door het Openbaar Ministerie. Die zeggen van, we hebben straks dat requisitoor tegen de verdachte. Mogen we jouw ode voordragen? Want dat verwoordt in ieder geval ook het gevoel van hoe de mensen het hebben beleefd. Zonder dat er feiten in voorkwamen. Zonder dat ik iemand per se iets kwalijk neem. Het verwoordt het gevoel van de mensen thuis, de ouders, de kinderen op dat moment. En dat hebben ze gedaan. In de rechts, weet je wel, dat was voor mij toen ik gebeld werd. Natuurlijk was dat een soort van kippenvel van Jezus, het betekent echt wat. Maar het betekent dus echt wat. Ja. Weet je wel, je rijmt woorden achter elkaar. Ik maak liedjes, en schrijf ik over onderwerp. Maar blijkbaar zijn wij er met z'n allen om dat te doen. Nee, ik ben het heel erg met je eens. Er zijn natuurlijk heel veel momenten in het leven... waarop ineens duidelijk wordt dat je de stem van een ander nodig hebt... om woorden te geven aan jouw gevoel. Of niet eens woorden te geven, kan ook een schilderij zijn of een muziekstuk. Maar bij hoogtepunten, als je gaat trouwen of je begraaft iemand... wil je iets horen of je wil iets voorgedragen. Ja, en nog veel platter. Ik was voordat ik acteur was, was ik vuilnisman. En ik had een relatie met een meisje en dat ging uit na 2 jaar. Ik was het nog redelijk jong.
En die collega's van mij die draaiden altijd piratenzenders, weet je. Ja, ken ik, ja. Met respect voor iedereen die ik echt normaal niet om aan te horen vind. En ik heb die dag zitten janken in die vrachtwagen. Omdat dat allemaal goeie precies smart, zegt, van ik hou van jou, ik blijf je trouw. Waar ben je toch geweest? Ja. Waar ben je met die ander? Ik zat gewoon te janken. Weet je, maar dat doet het. En volgens mij doet het inderdaad, als ik vanavond een leuk liedje wil luisteren, of straks in de auto, dan zet ik weer Guns N' Roses op, prima. Ja. En dan voel ik me fijn. Of maar daar is een fantastische band. Maar die, weet je wel, maar dat doe ik omdat ik in de stemming al ben. Maar er zijn altijd kunsten, dat overvalt je op het moment dat je inderdaad bij een begrafenis, je hebt niet voor niks dat er bepaalde liedjes ineens voor de eeuwigheid vasthangen aan dat moment. Dat een gedicht voor eeuwig vasthangt aan dat moment, dat de film dat je jezelf in herkent, toneel. Alles, man. Hey, en nog even wat anders, want jij maakt dus ook programma's over sport. Ja. Ik vind het fascinerend. Ik heb niks met voetbal. Nee. Daar gaan miljarden in om. Dus al dat geld dat ik denk, ja, jongens, dat is ook geen, tenminste ook geen, dat vind ik een minder eerste levensbehoefte zo ongeveer nog dan culturele uitingen. Het is geen wedstrijd, maar ik denk, oké, daar. Dat, ja, maar dat is het wel, want ik zit er echt het tussenin. Het weet je, dat een mens moet eten en drinken en anders gaat hij dood, klopt. Als mensen, denk ik, zonder cultuurleven sterf je ook ergens, denk ik ook. En sommige mensen kunnen ook niet zonder sport. Maar waarom krijgt dat sport wel aan alle kanten ondersteuning? Is iedereen de hele dag mee bezig? Ja, weet je wat en grap wat is, wij dat, met dat elkaar ooit doen, wordt een beetje zoiets van, ja, dat is een hobby, daar moet je niet over zorgen. Ja, ooit stond ik voor het gemeentehuis in Utrecht omdat de club op omvallen stond. En toen was Hans Spekman nog wethouder. En die heeft zoveel miljoen toen geïnvesteerd, of als lening of als gift, ik weet het niet meer, om het stadion over te kopen om de club te redden. Ja. Toen stonden al die supporters om mij heen, want ik stond 's nachts bij het ding met allemaal voetbalsupporters. En op dat moment kreeg de Schouwburg in Utrecht, kreeg ook een smak geld elk jaar. En die stonden tegen mij allemaal, waarom krijgt die Schouwburg nou, er zitten maar 200 mensen in de zaal. Wij zitten met z'n 20.000. Hoezo krijgt die nou wel zo? Weet je wel, het is allebei belangrijk. Het is namelijk, je kan niet, je leven is echt, echt waardeloos als je niet kan genieten van dingen. En of je nou sport kiest, of dat je nou theater kiest of een concert. Het maakt echt geen reet uit. Het is allebei. Het is geen wedstrijd. Nee. We moeten gewoon echt het leven leuk maken. En sport, ja, ik vind het allebei leuk. Dat is mijn geluk. Sport kan niet zonder liederen. Sport kan niet zonder liederen, maar mensen kunnen ook niet zonder sport. Het is vermaken. Het is de reden dat mensen. Het volk wil brood en spelen. En die spelen die hebben allerlei uitingsvormen. Dat is het. En dat is niet iets slechts. Dat is echt iets heel goeds. Nou, onwijs tof dat je er bent. Dankjewel. Ja. Voor hoeveel mensen ga jij je handtekening zetten? Ja, ik werd me net gevraagd. Ik vond het een soort, het leek een soort wedstrijdje. Maar ik denk, als ik het nou eens namens mijn gezin doe, mijn agentschap en mijn band, we zijn met z'n vieren de guides. Ik wou zeggen, wie representeer jij hier vandaan? Dat is eigenlijk, dat maakt het dan misschien. Ik kan het namelijk wel voor een heel stadion doen, maar dat is niet eerlijk. Nee, want dat is niet zo. Niet eerlijk, dat klopt. Dus ik ga gewoon voor 20 mensen tekenen. En dan denk ik dat die 20 mensen er ook allemaal echt heel erg achter staan. Dat vind ik hartstikke fijn. Dankjewel dat je er was. Top. Succes. Dankjewel.